Goedemorgen, het is vrijdag. Wij zijn 5:45 wakker geworden. Als Boomba Monster. Ja, ze is zo cute. Wat laten jullie je baby's op de iPad kijken als je schermtijd geeft? Wij hebben daar geen moeite mee. Ze mag van ons af en toe even kijken. Soms ja, is ze na 1 minuut zelf klaar. Legt ze hem weg. Of dan, ik weet niet. I don't know. Anyway, hier is Boomba het meest populair. En Disney, Mila. Minnie's Boutique is heel populair. Coco Melon, obviously. En Ellie's Kitchen, maar dat klopt niet. Ellie. Anyway, zo eentje over de Colors of the Rainbow. Die moet altijd aan. Maar Boomba is echt geweldig. Oh jongens, dit is dus mijn hele make-up stash nu. Dat is gek. Dit is wat ik nog heb meegenomen. En hier zitten wat lipkleuren in. Kijk schat. Het mag ze allemaal wel eruit halen. En dit is mijn everyday and that's it, zeg maar. Zo bizar. En nog denk ik, nou, ik heb nu 2 highlighters erin. Ik zou ook schaduwdoosje. Even kijken in hoeverre ik echt alles gebruik. Ik denk het wel hoor, als ik dit zo zie, denk ik. Ja, dit zijn wel dingetjes. Dit is trouwens niet eens echt make-up. Desinfecteer gel en dan vuil. Ja. Even mijn haar even doen. Fijn, hè? Schat. Even snel opmaken. Het is sowieso die kleinere stash. Ik moet hier echt aan wennen. Zijn er mensen die van een mega stash naar kleiner zijn gegaan? En naar een kleiner tasje? Bij mijn nonnes het had gedaan en zo. En ja, ik vind het wel gewoon een nieuw feeling of zo. Het is ook niet alsof ik zoveel... Zo zeg maar iemand was die elke week bakken make-up bestelde. Maar ik kreeg altijd alles. Alles. Gewoon echt hele collecties, alle kleuren. Dus je moet daar ook soort van afkicken of zo. Gek dat ook klinkt. Je wordt daarin zo verwend. Dus dat ik nu soort van bewuste keus maak om dat niet te willen. Jongens, de tractaties. Oké, we zijn bij ons nieuwe huis. Waar iets wordt ingemeten. Even kijken. Update van mijn vloer. Waar straks natuurlijk die spiegels en zo opkomen. Dit is weer een basislaag. Smooth. Koffie. Wij zijn thuis. Ik heb een meeting later om 10:00. Dus ik ga zo mijn laptop, die is opgeladen. En dan even dit opruimen. Dat was net onze make-up artist even uit elkaar gehaald. Ik heb ook dat party make-up tasje hier. Wat dingetjes die los lagen nog in mijn tas. Ik ga het gelijk weer uitzoeken. Want ja. Laten we dat gewoon doen. Weer dingetjes eruit halen en zo. Ik geef mijn cryolamppoeder trouwens. Er zit zo weinig in. Ik heb die er maar uitgehaald. Ik ga dit laatste beetje opmaken. Dan kan ik nieuw poeder gaan gebruiken. Zo, ik heb hier lipproducten, party, stuff, extra dingen, everyday bakje. Oké, ik ga nu een vergadering in. Ik hier om deel te nemen. Dit gaat over de planner. Dit is maar zonder Max en zo. Dit is mijn eigen ding wat ik natuurlijk ook los doe. Oh my god, guys. De lancering van de planner. Het zit eraan te komen. Het gaat zo vet worden. Ik denk dat heel veel mensen het leuk gaan vinden. Pas, ik weet het niet. Ik weet niet. Ik heb nu een design en... Ja, het heeft even geduurd, maar nu is hij precies hoe ik wil. En ja. That's it. Almost. Binnenkort komt er een... alles komt zeg maar met de pre-order datum. Dus hij wordt in augustus gelanceerd, maar hij zal eerder... zal ik hem aankondigen. Met alles erop en eraan. Ik heb hem hier al liggen. Alright, ik heb dit aan, want ik heb niet zoveel nodig. Ik heb deze tas gekocht, die hoort bij de schoenen, zeg maar. Ik merk dat ik die schoenen niet vaak pak, omdat ik denk, ja, ik weet niet wat ik erbij moet dragen. En nu heb ik de matchy tas. En nu gaan we naar Bodyfix. Echt al maanden niet meer geweest. Ja. Echt heel lang niet. Ik ben nog een keer geweest, jij bent echt al heel lang niet geweest. Zo lekker. Ik ging eerst elke week, hè. Tijdens mijn zwangerschap ook nog. En toen brak corona uit en toen moest je dicht.
En nu gaan we weer eens een keer. Of heb ik last. En ik heb echt al maanden niet geweest. I need it. Het is zo fijn bij Jessica. Ze doet bindweefselmassage. Ja. Jullie weten, jullie kennen haar al natuurlijk. Heerlijk. Bodyfix. Het doet zo pijn. Een beetje, vind je dat beetje? Ja, maar het werkt wel. Ah. Kijk, je hebt nu geen borstvoeding. Nee. Dus nu alle vocht eruit. En sowieso, volgende keer als we gaan afspreken, dan kijk, ga je. We zijn heerlijk door Jessica gemasseerd. Oh my god, het is zo lekker. Hoe voelt jouw rug? Ja, goed. Gewoon echt mijn heupen. Ja, mijn huid. Oh. Helemaal vast. We gaan even eten bij spa, wou ik zeggen. Bij spa. We gaan even eten bij spa. Dit is echt onze vaste routine geweest. Dan gingen we en Jessica lunchen bij sla en door. Ja. En nu kan het weer. Als in... Nou, nog even. Nog even. Ja, ja, ik hoop dat het dat nog allemaal goed gaat en kan blijven. Maar dit is zeg maar, dan lopen we zo even naar sla en dan... Ik heb hier de Mexican salade. Of de vegan kapsalon. Wij zijn op zo'n mooi stukje Amsterdam. Moet je kijken, we staan op een dokje. Het is echt fantastisch. Wauw. Dit is bij de Haarlemmerstraat in de buurt. Geheim stukje zo, je loopt zo het dokje op. We gaan hier een bubble tea halen. Kijk dan, hoe blanco minimalistisch wil je het hebben. Dat was de meest minimalistische zaak waar ik ooit in mijn leven ben geweest. Ja. We zijn weer terug bij de woning. Het is inmiddels 3 uur en dit is een beetje opgedroogd. In mijn kamer. Woep, 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 woep. En we zijn bijna bij ons vorige huis. We zijn echt de hele dag al in de auto. Ja. Van plek naar plek, naar plek, naar plek, naar plek. En Mila viert ondertussen zijn verjaardag op de opvang. Helemaal excited, ik krijg zo'n foto. Ik was echt heel goed gezien. Ja, echt zo leuk. Ik had nooit verwacht dat ik dit zo leuk zou vinden. Dat is echt heel leuk. Heel leuk. En nu langs de poezin. Tijd om wat dingen ook weer hier weg te gooien in de huiskamer en zo. Hier echt van alles liggen. Dit is wel een zak die ik heb van toen ik ging filmen. Dat was gisteren. Ja, dat was gisteren. Andere dingen weggooien. Even kijken, wat hebben we hier liggen wat weg kan? Ja, zoveel. Maar aan de andere kant ook weer niet. We hebben hier allemaal van die memorabilia liggen of zo, of hoe mensen dat noemen. Ja, dingen die je wel weer houden. Maar ja, wat doen jullie met je kaartjes? Verjaardagskaartjes, dat soort dingen. Bewaar je dat? De meeste kaarten bewaar ik wel eigenlijk. Maar ik wil eigenlijk daar nog een goed systeem voor hebben. Jongens, we hebben zo'n Calb Pro gekocht. Kreeg hem veel getipt bij de comments en van vriendinnen. Die allemaal zeiden van dit moet je hebben. En ik heb nu van die schijven binnen. Wacht, trek even mijn slippers aan. Kijk. Proef je? Mm-hmm. De schijf. Mm. Dit is hem. Dit is zeg maar een barbecue. En echt allemaal mensen hadden gezegd van nou die moet je hebben. Die kan je dus heel makkelijk meenemen. Die rookt ook niet. Mensen gebruiken dit in het park en zo, en op een boot en op tafel. Maar is dit het rooster? Ik denk het. Huh? Is dit niet een extra rooster dingetje? Oh, waar is het normale rooster dan? Dan staat het extra rooster dingetje. Is het niet zo dat je het eromheen moet leggen? Volgens mij was het zo dat je dit zo doet. Ja, dat doe je die. Die carb. Ja, en dan is dit niet een rook... Ik denk dat het een rookding is. Maar is er, maar dan hier, hebben we geen rooster? Dan gewoon bij Bol besteld. Ik kan hieronder even linken voor degenen die geïnteresseerd zijn, maar... Oh, dit is... Nee. Ja, die hebben we niet. Oh, hier. Ze hebben hem hier. Haal die kop uit de verpakking. Dat was mijn homemade barbecue saus. Kijk, we hebben zo nu dingen erin. Hoort hem sizzelen. Dit is mijn barbecue saus, dus kijk, hij is super sticky. Oh, hier. Kijk, kijk, kijk. Wat dan? Een stukje hard nog? Heel hard. Ik ben nog even aan het oefenen hoor. Die zijn ook klaar. En tomaatjes. Yummy yum. Dan gaat er sla op. Tomaat. Ui. En een paar tenen knoflook op zo. Kijk hoor, papier. Kijk hoe bruin de eitjes zijn. Net online gelezen dat je ook gewoon eieren op de barbecue kan leggen in de schil.
Dus dat hebben we nu geprobeerd. Zo. Yes. De burger. Ananassen. En die heb ik nu hierbij gedaan met sla, met alles wat is gevallen. Jongens, dit is echt geweldig. Gooi alles wat gevallen is van je burger op je bord. Gooi er meer sla bij. Doe daar dan wat ananas bij en zo. En je hebt echt een super lekkere salade met een beetje saus. Wat toch op alles zat. Ja, ik weet niet. Misschien klinkt het heel goor, maar het is echt lekker. En uitjes erbij. Marshmallow. Oké, dit werkt niet echt zonder koekje. Ja, nee. Oké, het idee is leuk, maar... Oh. Oh. Ja, het is nog wel warm. En nu doen we eitjes en bananen, deksel erop. En dan wachten tot hij soort van klaar. Hij is bijna klaar. Ik heb ook gezien dat mensen een brood bakken erin en zo. Met het overige rook wat er nog uitkomt. Super slim. Heb ik niks voor. Maar ik ga nu dit proberen. En kijken of dit lekker is voor morgenochtend. Jongens, dit is zo vaak. Oké, er zijn dus net weer. Er is weer een persconferentie geweest. We gaan weer wat strikter worden met de regels. En wij hebben hier dus dat vliegtuig van Schiphol hier overheen vliegen. En ze gaan. Daar gaat elke seconde ongeveer een vliegtuig over ons heen. Allemaal weg, 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 weg van Schiphol. We vragen ons af of dat dan te maken heeft met dat merken nu zeggen. Wegwezen uit Nederland of iets anders. Ik weet niet. Het is echt... Ik denk dat ze zeggen van weg met die vliegtuigen. Zodat je ergens anders kan vliegen met die vliegtuigen. Ja, dat, omdat mensen waarschijnlijk niet meer naar Nederland komen nu of zo. Ik weet het niet. In ieder geval, het is heel vaag. Kijk, die bananen. We gaan het vanmorgen bewaren. Ja, maar ik zou ze in een eigen bakje doen misschien. Of voor nu even. Oh, daar komt er weer een. Kijk dan, het gaat. Maar we hebben hier wel vliegtuigen, maar niet zo bizar veel als nu. Kijk dan. Jullie zien het nu best ver, maar het is echt wel dichtbij een laag. Ik kreeg dus best wat comments de laatste tijd over dat ik veel smak. En dat is ons thuis hier ook al opgevallen. Is Kleger ook opgevallen? Ik weet wat je gaat zeggen. Oh, deed ik weer zo'n smak? Hij edit heel vaak mijn smaks er zelfs uit. En vandaag zei ook aan Jessica, heb jij je lippen laten doen? Ik zo, nee. Nou, althans niet recent of zo, jaren geleden. Voor het laatst. Ik weet dus niet wat het is, zeg maar. Hoezo ik zoveel smak? Ik denk persoonlijk dat het misschien hormonaal is. Want ik heb het idee dat ik gewoon meer kwel in mijn mond heb. Ook. Vroeger had je dat ook? Ja, vroeger had ik dat altijd. En toen is het soort van weg. Of krijg je ook zo'n dingetje van je tong? Ik hoop het niet, maar... Nee, zo'n... Ja, zo'n... Toen weg laten halen, ja. Een operatie is een ding, maar... Nee, het lijkt wel alsof ik gewoon veel... Ja, je hebt gewoon... Vocht in mijn mond heb, om het zo maar te zeggen. You're a smacky girl. Nou, ik vind het zelf ook heel irritant, hoor. Ik had het als kind ook heel erg altijd. Gewoon altijd heel veel in mijn mond. En altijd maar slikken. Smack, smack. Ja, nou goed. Weet dat het probleem is bekend. Ik weet niet wat ik aan moet doen. Goed, wij gaan lekker slapen. Mm-hmm. Welterusten, bedankt voor het kijken. En tot morgen. Doei. Bye.